Nog één minuut. Tenminste. Als we op tijd beginnen. Goedemiddag allemaal. Als er geen COVID-maatregelen zouden gelden, dan zou u wellicht, als u tenminste thuis kijkt, hier geweest zijn. En nu zitten maar een paar mensen. En u zou er dan geweest zijn als voorprogramma van het afscheidssymposium of van het afscheidscollege van professor Peter Jonkers. En u zou dan aanwezig zijn geweest bij zo'n symposium, daaraan voorafgaand. Maar in plaats daarvan kunt u de lezingen later lezen. Ze worden als pdf beschikbaar gesteld op de website van de universiteit. Als voorproefje interview ik de vier auteurs. U ziet hun namen op het scherm achter mij, maar dat is van een andere regieaanwijzing. Dus u ziet ze daarboven. En dan ziet u dat het gaat om twee bijbelwetenschappers en om twee filosofen. De filosofen zijn Rosny Ossewaarde-Lotho en Natasja Kienstra. En Natasja is ook nauw betrokken bij de lerarenopleiding van onze faculteit. Caroline van der Stichelen is specialist op het gebied van het Nieuwe Testament. En Penny Barter op het gebied van het Oude Testament. Alle vier hebben de dames gemeen dat ze collega zijn van Peter Jonkers. En dat ze iets hebben met het hoofdthema uit zijn onderzoek, namelijk wijsheid. Mijn naam is Arnold Smeets. Ik ben ook een collega van Peter Jonkers en aan mij de schone taak om u wijzig te maken over die wijsheid. Ik groeide op in Oosterhout, misschien kent u dat. En daar stond en daar staat nog steeds aan de rand van een stadspark een beeld van Abraham met als opschrift: wijs is hij die weten wil waar Abraham de mosterd haalt. Dat heeft overigens met wijsheid weinig van doen. Het was een inventing tradition. En intussen is het cultureel erfgoed. En het was bedoeld voor 50-jarigen en als zodanig een slim plan en een ontzettend leuk initiatief. Ik gebruik deze herinnering als een bruggetje naar een eerste vraag voor Penny Barton. Zij wist al dat die vraag zou komen. Ja, dat er een vraag zou komen. Want ik kwam Abraham namelijk niet tegen in haar artikel over de wijsheid in het Oude Testament. En overigens, wellicht dat Penny Barter soms in het Engels antwoordt. Zij is namelijk tweetalig. En u ziet ook dat de opstelling voor zijn interview zeg maar suboptimaal is, maar we maken er het beste van. Dus Penny, wie zijn wijs in het Oude Testament? Arnold zei dat dit een makkelijke vraag zou zijn als eerste, ja. Wie zijn de wijzen of wie is wijs? Noem een wijze uit het Oude Testament. De vrouwenwijsheid zelf, zou ik zeggen. Ja. Mag dat? Ja, dat mag. Jawel, want dat zit er ook in natuurlijk. Ja, ja. Ja, wie is een wijze? Maar, ja, met dat wie wordt wijsheid geassocieerd in het Oude Testament? Nou ja, met Salomo. En dat is het makkelijke antwoord, zeg maar. En vooral met Salomo. En vandaar in het Oude Testament komen we tot een idee van Salomo boeken. En of hij zelf deze heeft geschreven is een andere vraag. Nee, zou ik zeggen trouwens. Maar ja, we denken natuurlijk aan Salomo. Maar dat is niet de enige plek waar wijsheid gevonden kan worden in het Oude Testament, volgens mij. Heb je nog een paar plekken? Wat zijn dan de belangrijkste andere plekken waar wijsheid gevonden kan worden? Nou ja, zo. Dit is een ingewikkelde vraag, Arnold. En de reden is, spreken we dan over wijsheid als concept, wijze mensen, wijsheidsteksten? Want ja, daar krijg je eigenlijk drie verschillende antwoorden op. Ja. Als we denken aan boeken, dat is iets makkelijker dan. Begin bij het makkelijke. Dan doen we daarna het moeilijke. Mooi dan. Spreuken is een soort wijsheidsliteratuur. Ja. Verder zou kunnen dat Kohelet en Joop ook wijsheidsliteratuur zijn. Zou kunnen, als je de definitie van wijsheidsliteratuur een beetje verandert, dan wijsheid van Salomo en wijsheid van Jezus Sirach ook.
Ja, als je de definitie een beetje verder aangepast, dan ja, het meeste van het Oude Testament eigenlijk. Ja. Goed, jouw aarzelingen geven ook al aan waar het onder andere in jouw artikel over gaat, namelijk dat de definitie waarmee gewerkt wordt een mooie 19e eeuwse uitvinding is, die toen waarschijnlijk ongetwijfeld hoge ogen sloeg, maar die met de realiteit van het Oude Testament weinig van doen heeft. Klopt dat? Werken we gewoon met wijsheidsliteratuur, met een ingewikkeld en een te ingewikkeld concept? Ja, zo. Dit gaat eigenlijk over het werk van Will Kynes van 2019, 2020 ook. Hij was er al mee bezig natuurlijk. Maar wat hij heeft laten zien is dat eigenlijk dit idee van een wijsheidscategorie in het Oude Testament is eigenlijk helemaal geen oude categorie. Het komt van de 19e eeuw. En hoe zij allemaal wilden denken over het Oude Testament en het geschiedenis van Israël ook. En dus, je moet eerst een heel duidelijk en sterke definitie van wijsheidsliteratuur maken voor jezelf. En pas dan kan ik jou vertellen wat er wel of niet bestaat qua wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Ja. Ja, goed. We gaan in de loop van dit gesprek gaan we op zoek naar wat wijsheid is. Dus misschien komen we dan op sporen of minstens elementen van zo'n wijsheidsdefinitie van wijsheidsliteratuur. Wat ik net zei, dus dat idee van dat er een concept is waarmee gekeken wordt, dat geldt ook een beetje voor voor het Nieuwe Testament in verband met onderzoek naar de historische Jezus. En dan kom ik bij jou, Carolien. Wat ik een interessant detail vond is dat in de jaren 70 het onderzoek naar de historische Jezus een Jezusbeeld opleverde waarin Jezus verdacht veel ging lijken op een Franse existentialist, zij dan zonder kooltrui en Colaase sigaretten. Maar met dit terzijde, is er inderdaad in het studie van het Nieuwe Testament ook zoiets aan de hand, dat de frame waarmee we kijken niet helemaal klopt met wat er over Jezus te zeggen valt? Nou ja, wat is kloppen? Ik bedoel, er worden allerlei frames gebruikt om naar de figuur van Jezus te kijken. Dus om aan te knopen bij wat Penny al zei. Een van de auteurs waar ik dan met name op inging, Elisabeth Schussle Fiorenza, die staat precies in die traditie van de 19e eeuwse opvatting van wijsheidsliteratuur. En dat is ook mee bepalend voor de manier waarop zij dan met name naar nieuwtestamentische teksten gaat kijken. Dus je ziet wel een zekere doorwerking, zou je kunnen zeggen, van die idee van wijsheidsliteratuur. Dat ook auteurs die dan gaan kijken naar het Nieuwe Testament met datzelfde begrip van wijsheidsliteratuur aan de slag gaan. En dat gaan toepassen, of dat als bril gebruiken om naar het Nieuwe Testament en dan met name naar de figuur van Jezus te kijken. En dan Jezus als het ware reconstrueren als wijze in aansluiting bij teksten uit het Oude Testament en de kanonieke literatuur, dus de wijsheid van Salomo en van Jezus Sirach. Ja. Is dat wat jou betreft een overtuigende poging? Overtuigend. Wat is overtuigend hangt er vanaf wat je eigenlijk wil. Je verwees zelf naar het onderzoek naar de historische Jezus. De belangrijkste conclusie lijkt mij eigenlijk van het historisch Jezus-onderzoek dat het ongeveer evenveel Jezussen oplevert als biografen, om het zo te zeggen. Dus een massa heel interessante visies op de figuur van Jezus, maar die vaak meer zeggen over de auteur dan over Jezus zelf. Dus er zijn natuurlijk voor al die opvattingen of visies aanknopingspunten te vinden in de teksten van het Nieuwe Testament, want die zijn namelijk zelf ook niet zo eenduidig. Dus je kunt op basis van het Nieuwe Testament met heel veel Jezussen voor de dag komen. En Jezus als wijze is daar één van. Dus daar zijn ook wel teksten die met name in dat licht bekeken interessant zijn en daar aanleiding toe geven. Maar zelfs dan nog zie je dat de figuur van Jezus als wijze dan nog op verschillende manieren geconcipeerd wordt. Meer in de filosofische richting. Maar ook meer als een soort van plattelandswijze. Hè? Iemand die beelden uit de natuur gebruikt om duidelijk te maken wat hij wil zeggen en zo. Dus op basis van hetzelfde materiaal zijn heel veel verschillende reconstructies mogelijk, zou je kunnen zeggen. Ja.
Geldt dat ook voor die andere figuur die jij in jouw artikel behandelt en bespreekt, Deepak Chopra? Deepak Chopra is niet onmiddellijk de eerste persoon waar je zou aan denken. Nee, daarom is het wel een interessante. Ja, daaronder vond ik zelf ook. Omdat hij namelijk het is een boeiende figuur, maar het is geen exegeet. Hè, dus het is in die zin geen hij heeft een ander soort insteek. Hij schrijft eigenlijk meer een soort van spirituele reisgids en gebruikt daarvoor teksten uit het Nieuwe Testament en uitspraken van Jezus. En hij ziet Jezus dan ook wel eigenlijk meer als een soort van spirituele leider, als een verlicht iemand die godsbewustzijn heeft bereikt. En dan zie je natuurlijk allerlei begrippen langskomen. Hij zegt zelf van, ja, eigenlijk zegt het Nieuwe Testament daar niet zoveel over. Dus we moeten wijsheidstradities gebruiken om met name dat beeld, het fragmentaire beeld dat we van Jezus hebben, aan te vullen. Dus zijn invalshoek is eigenlijk helemaal anders dan die vorige auteurs. Hij kijkt veel meer, hij is een soort van, hij is iemand die zelf, en dat vind ik ook wel spannend, die vanuit een andere culturele context kijkt. Interessant is dat hij in het boek vertelt dat hij naar een katholieke school gegaan is als kind, maar thuis hindoe. En dus die twee werelden brengt hij ook in dat boek op een verfrissende manier, zou ik zeggen. Dus interessant om te zien hoe zo iemand dan weer naar die teksten kijkt, bij elkaar. Dus je merkt ook wel in zijn boek dat hij literatuur gelezen heeft. Want hij weet bijvoorbeeld dingen over de zogenaamde Q of woordenbron. Dus dat doet vermoeden dat hij ook wel bepaalde zaken gelezen heeft. Maar in zijn boek komt geen bibliografie voor. Dus waar hij zich precies op beroept of wat hij precies gebruikt heeft als basis, dat is op basis van uit dat boek niet op te maken. Maar maakt hij er dan niet een beetje te veel een Oosterse Boeddha-achtige wijze van? Helemaal. Ja. Dus volgens hem, hij brengt teksten aan, dus hij geeft allerlei citaten, uitspraken van Jezus, die eigenlijk ook bedoeld zijn als meditatiemateriaal om mee aan de slag te gaan en zo. Dus dat is heel duidelijk zijn bedoeling, om een soort van spirituele reis. Dus volgens hem was Jezus ook een verlicht persoon. Dus het interessante is, hij heeft ook een boek geschreven over de Boeddha. Dat was ook een verlicht persoon. Dus die categorieën, dus verlichting tot godsbewustzijn, zoals hij dat dan noemt, komen. Dat kan de hedendaagse mens aan de hand van Jezus, om het zo uit te drukken, hè, met behulp van teksten uit het Nieuwe Testament. En volgens hem is het zo dat Jezus zelf ook tot een dergelijk bewustzijn gekomen was. Dus, maar in dat denken gaat hij niet in op wat wij in het Westen, tussen aanhalingstekens, dan maar even interessant vinden. Dus al die christologische categorieën die ook met Jezus gekoppeld worden en waar ook Jezus of wijsheid in geïnvesteerd wordt. Dat laat hij links liggen. Ja, de titel van zijn boek is De Derde Jezus. Dus hij onderscheidt drie Jezussen. De eerste Jezus is de Jezus van het historisch onderzoek. Dus de historische Jezus. En volgens hem valt er ongeveer niks te zeggen over de historische Jezus. Dus dat vindt hij niet interessant. De tweede categorie, dat is de Jezus van de christelijke traditie. Hè, van de dogma's en christologische invulling. Dat vindt hij eigenlijk ook niet zo interessant. Dus hij vindt dat we eigenlijk op een andere manier naar Jezus moeten gaan kijken. En dat noemt hij dan de derde Jezus. En dat is meer zijn insteek, het zoeken naar een spirituele ingang, zal ik maar zeggen, die eerder aansluit bij een soort van universalisme, universele wijsheid. En van daaruit naar de figuur van Jezus kijken. Dus niet gehinderd door allerlei voorafnames of ideeën, bestaande ideeën. Want dat vindt hij eigenlijk dat te veel versteend is. Dus die christologie van het Westen. Hè? In jouw artikel, maar dat komt ook wel terug in het artikel van Penny. Daar, tenminste, ik lees daar dan wel in een soort dat er als het ware twee tradities zijn. Die wijsheidstraditie en zo'n rationele theologische reflectietraditie.
En die interfereren op elkaar, interveneren op elkaar. Klopt dat een beetje? Is er sprake van twee tradities die soms wat verbaal aan het armpje drukken zijn? En van elkaar te onderscheiden, minstens? Dus dat wijsheid als het ware twee gezichten heeft. Dus de meer rationele en een meer spirituele kant. Dat zou je aan de hand van Chopra, zou je de tweede Jezus wel de meer de rationele benadering kunnen noemen. Alhoewel het ook natuurlijk de Jezus van het geloof is, om het zo uit te drukken. Mm-hmm. Dus, maar dat is meer reflectie dan wat Roshni in haar bijdrage wijsheid noemt. Ja. Ze knikte al nee bij de vraag. Ja. Dus dat is dan. Dus hoe zou jij de vraag hergeformuleerd hebben? Nou ja, jouw vraag was of wijsheid twee gezichten heeft. Mm-hmm. En dan zat ik aan de teksten van Penny en van Caroline te denken, is juist niet. Want ik had het gevoel dat ze juist wijsheid, inderdaad wijsheid associëren met het universalisme versus niet-wijsheid. Dus niet zozeer de twee gezichten van wijsheid als wijsheid is... Ja, dan komen wij van wat is wijsheid. Maar wijsheid moet iets universeel hebben. Versus wat meer partijdig en tribale iets. Maar zit daar niet ook dus, de filosofia? Dus dat is die wijze of de liefde voor de wijsheid? Filosofie? Ja. Dat die ook twee kanten opgaat. Dus die meer rationele kant van het, we gaan eens keer goed kijken hoe de wereld in elkaar zit. Dat gaan we eens precies beschrijven. En dan weten we precies wat er aan de hand is en precies wat we moeten doen. Ja. Wat een andere manier van denken en doen is dan... In mijn tekst maak ik een onderscheid tussen het streven naar wijsheid en meer wetenschap, kennis naar zekerheid, kan je zeggen. Ja. En die kennis zou ik niet wijsheid noemen. Het is wel kennis, maar het is niet wijsheid. Jij noemt in ieder geval die wijsheid, geef je het kenmerk dat heeft iets met je existentie te maken. Het heeft iets existentieels. Ja, en het is ook iets wat wij niet helemaal kunnen vangen, kunnen vatten. Het is altijd een streven naar wijsheid. En het gaat inderdaad om de grote dingen, de grote ideeën van over de wereld, de orde, de kosmische orde, wie de mens is, over het goede en het kwade. Dat zijn inderdaad existentiële vragen, zou je kunnen noemen. Ja. Ja. Natasja, we hebben het over die existentiële vragen, we hebben het over kennis gehad. Het doet me ook een beetje denken aan waar jij aan refereert, aan het Tilburgse onderwijsprofiel. En voor zover u dat niet kent, dat heet kennis, kunde en karakter. Zitten daar die twee spanningsvelden in? Dat existentie met karakter te maken heeft en dat kennis, kunde meer met het reflexieve weten? Het zit er deels in, maar vaak willen mensen daar een soort dichotomie van maken. Hè. Het staat aan de ene kant of het aan de andere kant. Terwijl het type onderzoek dat ik ook doe, laat ik ook meer zien dat het een soort van schaling is. Hè, als je zo naar ons kijkt, dan heb je mensen die zijn meer wijs dan dat ik ben en mensen die zijn minder wijs. Maar het staat niet tegenover elkaar. En ik denk ook in mijn stuk wat ik probeer terug te laten komen, is dat, en dan stap ik even over op het onderwijsdeel waar ik ook mede voor zit, is dat binnen het filosofieonderwijs de filosofiedocenten heel erg belangrijk is om als het ware die wijsheid, die liefde ook voor wijsheid, bij leerlingen aan te wakkeren, ze daarin mee te nemen. Moeten leerlingen daarvoor die abstracte theorie, die kennis enzovoort, moeten ze die daarvoor beheersen? Ja, natuurlijk moeten ze dat ook. Maar tegelijkertijd mogen ze dat ook in zichzelf laten weerklinken en kijken of ze daar verder mee komen. Of ze daar een beetje van kunnen groeien of hun karakter daarvoor mee een beetje gevormd kan raken.
Dus het zijn niet twee dingen die helemaal tegenover elkaar staan. Twee vaardigheden die je moet leren. En het een misschien wat kan, kun je met stampen en uit je hoofd leren redden, maar dat andere in ieder geval niet. Ja, maar ze hebben elkaar ook nodig. Ja, dat is vers 2. Ja. Ja. En daar speelt dan de docent een centrale rol in. Ja, wat mij betreft speelt de filosofiedocent daar een enorme rol in. En zeg maar, ik ben ook van het empirische onderzoek, dus ik ben dat ook empirisch gaan onderzoeken. En een misvatting bij filosofen is vaak van, nou, als we een Socratisch gesprek doen, dan gaat dat fantastisch goed. Want de vorm, een Socratisch gesprek, nodigt uit om met allerlei vragen mensen langzaam maar zeker tot wijsheid te brengen. Maar als je dat in de empirie bekijkt, dan een deel van de Socratische gesprekken gaan geweldig, maar een deel ook minder. Loopt het allemaal niet zo goed? Komen mensen niet zo ver? Komen mensen niet tot wijsheid? En waar ligt dat dan aan? Dan ga je op een gegeven ogenblik zien dat het niet de vorm is, maar dat het inderdaad ook de bijdrage is. Ook van de docent die daarbij staat, of de leider, de gespreksleider, die bepaalde filosofische inhouden in kan brengen. Bepaalde begrippen, bepaalde verfijning van begrippen, bepaalde nuances, de ontrafeling van begrippen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook de deelnemers die daar ook hun wijsheid in brengen. En als ik dan weer terugschakel naar het onderwijs en kijk van hoe zijn pubers? Pubers die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Die hebben het helemaal, die weten het helemaal. Maar wat dan het mooie is bij een filosofieles natuurlijk, is dat je langzaam maar zeker, afbellend, ze tot de conclusie laat komen dat ze helemaal niks weten. En Strauss die heeft gezegd in een tekst dat zeg maar een van de makkers van de verlichting is dat we meteen kritiek gaan leveren. En dat is ook wel heel erg in onze Nederlandse samenleving. Hè, en zeker met kinderen. Meteen zeggen ze ja maar, ja maar, ja maar. En zitten ze er bovenop. En nou is het de kunst in zo'n filosofieles en dus van de filosofiedocent om ze eens, en dat noemt Strauss showing solidarity, om ze eerst eens een soort van solidariteit met wat er is aan wijsheidsliteratuur, hè, om ze daar een tijdje in mee te nemen. En dan daarna mag je daar inderdaad op losgaan. Maar weer die filosofiedocent die daar van oneindig belang is. Maar die dus constant in dialoog gaat. Altijd in dialoog, ja, ja. En dat is wat filosofie in Nederland is. En dat vinden we met onderzoek, zie je dat gedeeltelijk in de buitenlanden. Maar in Nederland is filosofie en filosoferen zijn altijd gekoppeld aan elkaar. En dat betekent dus dat die dialoog ook van onschatbare waarde is. Ja. Dat blijft dat een reden voor... Ja, je had het over pubers, dat die pubers het allemaal zo zeker weten. Volgens mij hebben volwassenen daar ook wel een beetje last van af en toe. Hè? Dus en professionals al helemaal, dus op deze universiteit. Ja, het zijn alleen maar mensen die het allemaal zeker weten. Hoe lastig is het om die karakterleerlijn als levenshouding aan te leren? Ik kan alleen maar over kleine praktijken spreken, want ik heb niet alles hier op de hele universiteit bijvoorbeeld gezien. Maar als we nu kijken binnen onze eigen faculteit, de TST, hè, zou je kunnen zeggen van nou, karaktervorming hoort bij onze faculteit als geen ander. En als je kijkt hoe we het vertaald hebben in het onderwijs, is denk ik zoals er ook heel vaak over wordt gedacht, hè, van... Aan de ene kant zit er gewoon een grote component kennis. Hè. Studenten komen ook bij ons gewoon om mooie teksten te lezen. Maar er zit ook een component in, en daar zijn wij denk ik bij ons op de faculteit heel sterk in, van discussie. En het in vraag stellen. En inderdaad met de studenten de dialoog aan laten gaan. Er zit ook een component bij dat je studenten leert om ze voor een publiek te gedragen. Hè, voor een forum rekenschap af te leggen. Dus dat zit er ook bij. En waar ik nu nog op zoek ben binnen onze faculteit, is of wij ook in die zin in staat zijn om studenten het goede meer te kunnen laten doen. Want je kan heel veel discussiëren en dan kun je een attitude krijgen van wijsheid. Hey, ik heb heel lang en breed nagedacht over allerlei begrippen en dit zou het toch wel moeten zijn. Maar daarmee ben je het nog niet. Dus daar zit een bepaalde scheidslijn. En dat is toch weer die schaling die ik heb. Je kan kennis hebben, vaardigheden, kunde. Je kan een bepaalde attitude
op een gegeven moment aannemen, maar dan zul je het nog moeten doen. Ja. En dat is natuurlijk waar Aristoteles ook over heeft. Je moet het in die praxis gaan doen, je moet oefenen. En waar kan je dat? Kan je dat nou op een universiteit? Kan je dat binnen een faculteit? Kan je dat binnen een vak? Dat wordt wel een lastige en een uitdaging. Maar misschien hebben we daar toch wel een aantal mooie voorbeelden inmiddels van. Ik denk aan de bijdrage van Rosny. Daar staat dat de plek waar je wijsheid kan leren, schrijf je ergens, dat dat een gemeenschap is. Ja, inderdaad. Dat dus wijsheid als... niet alleen een individueel streven is, maar het gebeurt inderdaad binnen een gemeenschap. En dat dat inderdaad in de eerste plaats een houding is. Want het hele mijn betoog is dat wijsheid met een houding van eerbied begint. Mm-hmm. En dat die houding van eerbied, dat binnen een gemeenschap aangeleerd wordt. En niet zozeer via, het is geen cognitief kennis, maar is echt aangestoken worden. Ja. Maar is een school, een faculteit of een academie zo'n soort gemeenschap? Ja, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. En of het gebeurt. Dat is vers 2 natuurlijk. Dat is vers 2. Wat zijn stimulansen om dat te bevorderen? Ik denk dat dialoog echt een, wat Natasha ook noemde, dat een heel belangrijk voorwaarde is. Mm-hmm. Dat betekent ook wederzijds respect. En ook onder studenten, dat is echt iets om na te streven. Dat wederzijds respect en echt dialoog voor het pluralisme, voor het anders zijn. We zijn er nog niet. Maar wringt dat niet een beetje met wat natuurlijk toch ook wel in onze samenleving minstens ook wel een rol speelt en ook op faculteit en universiteit? Je moet wel je punten halen. Je wil wel de goede zijn. Ja. Je wil wel de beste zijn. Dat heeft met inderdaad de nadruk, dat zeg ik ook inderdaad, de nadruk op prestatie, dat gaat die andere houding ondermijnen. Dus dat is inderdaad de waar, Arnold. Ja. Is het niet een model denkbaar dat die twee in elkaars verlengde liggen of minstens in harmonie met elkaar te brengen? Dat is wel mogelijk. En dan is het best van jezelf en niet zozeer beter dan een ander zijn, maar echt samen het beste van allen en van elke mens proberen naar boven te krijgen. Ja, het is wel denkbaar. Ja. Want volgens mij, dus jij hebt het over, ik weet niet of het een Fransman of een Engelsman is hoor, Gabriel Marcel of Gabriel Marcel, dus dat doorhalen wat niet van toepassing is. En Natasja, jij citeert Arendt, Hannah Arendt. Die daar wel aanzetten toe geven. Hè? Dus je zoekt betrokkenheid, je zoekt dialoog, je zoekt de openheid. En reflectie vraagt daarom, om het niet zeker weten per se meteen vooraf. Ja, en dat is natuurlijk een lastige, want we zitten in een cultuur, in een maatschappij waar je het meteen zeker moet weten. En als je het over adolescenten hebt, hè, of dat dan scholieren zijn of studenten, Maar de druk van een studie en studiepunten halen enzovoort. En mag ik ook gewoon even zitten en nadenken? En het niet meteen weten. Ja, dat staat een beetje in conflict met elkaar. Ja. Maar als ik jullie goed begrijp, dan moet je af en toe het even niet weten en gewoon even nadenken. Nou ja, een onderdeel denk ik dan toch ook van wijsheid is dat het af en toe een beetje schuurt. Hè? Het voelt niet helemaal prettig en daardoor moet je ook iets met jezelf en gaan nadenken en reflecteren enzovoort. En die ander heb je daarbij nodig natuurlijk. En de docent? Of je peer, of het maakt niet uit. Ja. Ja. Dus die docent organiseert het schuren en moet het ook weer masseren, als het ware. Nou, de student kan ook zijn eigen schuren opzoeken. Dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Ja. Penny en Caroline, herkennen jullie hier iets in hoe in het Oude en het Nieuwe Testament wijsheid geleerd wordt? Ja, er zit duidelijk een morele component aan. Ik bedoel, wijsheid heeft alles te maken met het goede leven, met het streven naar ook een deugdzaam leven. Een wijsheid ook in termen van een soort van zelfreflectie, zelfrelativering, afwegen van waarden. Dat zijn dingen die je natuurlijk in die teksten, van wat is belangrijk in het leven, dit soort cruciale existentiële kwesties, die komen
op een andere manier, meer in de vorm van meer narratief soms ook, in de vorm van parabels of aforismen, worden dingen gezegd die op zijn minst uitdagen om na te denken en je soms ook enigszins uit je positie ligt. Hè? Dus dat oncomfortabele. Je wordt geconfronteerd met iets wat je tot aanzet om verder na te denken over waar het je om te doen is of waar het leven om gaat of wat het belangrijkste is en dat soort zaken. Denk bijvoorbeeld aan parabels die gaan over rijkdom, hè? En in het Nieuwe Testament, hè, waar dus bij, dus is natuurlijk vandaag de dag, de cultuur van materialisme misschien ook niet zo verkeerd, om de vraag te stellen, ja, wat betekent eigenlijk rijkdom, waar zoeken we dat, is materiële, is dat het belangrijkste in het leven, en dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk fundamentele kwesties die je daar ook ziet langskomen. En waar je met een rationeel antwoord niet toekomt. Ik bedoel, het komt er niet op aan om te zeggen van ik heb zoveel op mijn bankrekening staan, dus het zit wel goed of zo. Dat reflexieve, ook die sociale, culturele component, dat je dat niet al in een soort van geïsoleerde positie op je eentje doet als kluizenaar, maar dat je dat doet in verbinding met anderen. Dat is dan de sociale dimensie en die komt dan natuurlijk ook precies terug in zoiets als karakter en waar het een universiteit dan om te doen zou moeten zijn. Hè, ook dat. We moeten ook vragen durven stellen, bijvoorbeeld aan de prestatiecultuur en het individualistische karakter daarvan. Is het niet mogelijk om meer groepsprocessen te beoordelen als groepsprocessen en te kijken hoe iedereen daaraan kan bijdragen? Zijn er andere manieren om te beoordelen dan alleen maar puur cognitieve, rationele criteria. Dus dat zijn de minder comfortabele vragen, denk ik, die wij kunnen stellen aan een universiteit als geheel vanuit de TST, denk ik dan. Ja, met Jezus als een goed voorbeeld, want die was volgens mij ook wel aardig geschoold in het stellen van ongemakkelijke vragen. Wie? Jezus. Ja. Dus ja, oh, die. Dat in allerlei parabels ook de het schuren georganiseerd wordt. Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja. Want het slaat je uit je lood. Je krijgt niet noodzakelijk het antwoord dat je verwacht. En een aantal van die parabels loopt ook helemaal niet goed af. Dus ze roepen vaak meer vragen op dan dat ze antwoorden geven en vaak ook geen comfortabele antwoorden. Dus. Zit dat ook in de wijsheidsboeken, voor zover ze hè, binnen de definitie passen bij het Oude Testament? Nou dat... ja, voor de laatste 10, 15 minuten of zo was ik echt aan het knikken de hele tijd. Ja, ja, ja. Als ik mag eigenlijk terug naar kennis, kunde en karakter eigenlijk. Ja, ik vind het echt een leuke... programma of lens om ook naar het Oude Testament te kijken. Want net zoals Roshni zei eigenlijk, het is niet zo vaak in het Oude Testament dat chokma, wat wij als wijsheid vertalen, is kennis. Het is soms wel talent voor iets, zoals naaien of met brons werken of dat soort dingen. Dat is ook een soort wijsheid. Maar eigenlijk is het iets meer van een soort... vermogen, een aptitude, om goede beslissingen te maken. Dus echt een houding dan, in plaats van kennis. En dus ik denk dan, misschien zit dat dan een beetje tussen karakter en kunde dan. Er is wel waardigheid erin, maar ja, de waardigheid gaat ook over wie jij bent als mens, denk ik. Geven de Oude Testamentische boeken ons nog altijd een scherpe spiegel, wat dat betreft? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, een scherpe spiegel, inderdaad, wij moderne, geseculariseerde mensen daar nog een hele hoop van kunnen leren. Van die manier van in het leven staan en de wijsheid die daar gedeeld wordt. Ik zit prediker nog in de vraag. Nee, dan is de vraag gewoon te ingewikkeld. Nee, maar is hoe actueel zijn de wijsheidslessen van het Oude Testament nog? Oh, ja, maar nou, een van de lessen... Had ik dat maar meteen gezegd, dan was het in één keer klaar geweest. Als we denken bijvoorbeeld aan Qohelet, wat Ecclesiastes in het Nederlands, volgens mij. Ja, knik van Roshni, dus dit klopt.
Ecclesiastes. Prediker. Ja. Zij heeft een hele boek geschreven wat eigenlijk een reflectie is over niet alleen wat weten we eigenlijk, maar wat kunnen wij weten? Wat is mogelijk qua kennis en wijsheid en zo? En ja, hij moet wel uiteindelijk tot een soort conclusie komen, maar de les daar, ook voor ons dan, is misschien, ja, voordat je iets zo vol van zelfvertrouwen zegt, moet je ook eerst ook de tijd hebben om te denken, nou, maar wat weet ik en hoe weet ik dat eigenlijk? Misschien is dat een soort houding van wijsheid ook. Ja, helemaal mee eens. Over leraren van wijsheid gesproken. Rosny, die vraag stel ik gewoon aan jou. Hoe leert Peter Jonkers wijsheid? Nog een keer? Kan je het er nog een keer voor me? Ik stel hem nog een keer, daar kun je rustig over nadenken. Hoe leert Peter Jonkers wijsheid? Hoe leert hij wijsheid? Ja. Kijk, ik heb van Natasja begrepen dat een goed docent leert de studenten. Oh, je bedoelt doseert van ja, in de zin ja. van. Oh, ja, okay. Dus niet steek je er wat van op, want dat geloof ja, ik wel. Ja, oké. Okay. Nee, ik dacht wel, hoe leert hij zelf? Maar oké, okay. Ja. Ik snap het. Ja, ik heb hem nooit als docent gehad, dus ja. Nee, maar. Ja, nou oké. Okay. Je weet vast hoe dat hij. Het is weer de dialogische houding. Mm-hmm. En dat is ook een thema van zijn lezing volgens mij. Dat is echt de waardering voor het pluralisme en het erkennen daarvan. Dat het ook echt is, maar dan tegelijkertijd weer het streven naar waarheid. Dus ook die twee proberen te verzoenen eigenlijk. Ja. Dus waarheid en wijsheid toch naar streven, ondanks, of misschien dankzij, het pluralisme. En ja, hoe leert hij dat? Ik denk door die waardering voor die verschillende dingen die kunnen botsen, het pluralisme, waarheid en wijsheid, om juist dat te laten, de ander dat te laten ervaren. Dus weer dat aansteken van in dialoog, in gesprek, dat kunnen overbrengen. En ja, door zijn eigen houding. En weer met houding te maken. Dus als hij alleen zou praten, zou dat niet helpen. Dus het is ook door wie hij is. Ja. Maar dat heb ik ook uit jouw artikel wel begrepen, dat het daar eigenlijk mee begint. Het begint met een houding ja. van ontzag, ontvankelijkheid, verwondering. Ja. Ja. Hoe belangrijk is die houding? En hoe moeilijk is die om aan te leren? Het is onmisbaar. Dus dat is, ik denk niet dat je wijsheid, dat je überhaupt naar wijsheid kan. Dat je, nee, dus het is onmisbaar. Dat is één ding. Hoe makkelijk en hoe moeilijk? Het is moeilijk, maar wij kunnen het als wij onszelf niet zo afsluiten voor alles. Dus het is weer dat openen en dat is eng. Want gesloten zijn is gewoon veilig. Dus het is durven en moed, gewoon niet bang zijn. En ja, hoe moeilijk is het om moedig te zijn, dat is de vraag. Maar goed, uit de bubbel dus. Ja, en het is mogelijk. Ja. Ik heb mensen dat zien doen, dus het is mogelijk. En als ik naar Caroline en naar Penny ga, dus wat ik bij hun ook las, van dat het kenmerken van die wijsheidsliteratuur is ook een zekere openheid. En bij Penny las ik ook van dat in die wijsheidsliteratuur dan weer weinig gedacht wordt over het verbond en over Exodus, dus over de heilsgeschiedenis, maar weer wel veel gesproken wordt over de schepping en de schoonheid van de schepping. Ja, so we zien dit op twee verschillende manieren eigenlijk. Soms is er wel taal en beeldtaal gedeeld met Genesis 1 tot en met 3. En dan heb je wel een verbinding met de schepping, zeg maar. Maar we zien ook heel veel beschrijvingen van schepping met een kleine s, als ik mag. Hoe schepping werkt. Wijsheid is erbij en eigenlijk is ouder dan schepping. Maar ja, dat zien we zeker. Ja.
Zijn dat zaken, die houding van verwondering en de aandacht voor de schepping, zijn dat zaken die makkelijk in werkvormen te gieten zijn, Natasja? Want ja, dan kan een docent daar tenminste wat mee, hè? Het meest recente, en daar zijn toevallig Roshni en ik mee bezig, is om erover na te denken van, er zijn een heleboel mooie verhalen. Hè. We hadden het net al over een aantal verhalen van de geschiedenis. Maar resoneren die nog bij pubers? Doen die nog iets bij pubers? En waar wij momenteel over nadenken is om zeg maar verhalen van gewone jonge mensen, om die als een spiegel te laten zien aan pubers en dan op een gegeven ogenblik te kijken van, kun je daarvan iets leren? En dan nog is het een beetje zo van, ja, kun je ervan leren kun je er iets in je hoofd van leren en blijft het daar dan? Of kun je daar iets in de wereld van leren en in de wereld mee doen? En nou ja, daar zijn we een beetje op onderzoek naar. In jouw artikel, Roshni, schrijf je dat wijsheid net als liefde zich niet makkelijk laat omvatten. Ja. En je wil weten, wat is wijsheid? Nou ja, nee, dat mogen de luisteraars dadelijk zelf maar beslissen. Maar waarom begin je met precies nou die zin? Ik denk van, wat is wijsheid? Want dat is de vraag, van als je een artikel begint, wat is wijsheid? Dus dat is de eerste vraag die ik als schrijver stel. En dat is dan mijn antwoord. Van ja, in een andere artikel zeg ik van, ja, je kan wel bepaalde dingen, bepaalde uitingen, manifestaties van wijsheid zien. Van wat is een wijze mens of iemand die naar wijsheid streeft. Maar ik heb hier besloten om dat niet te doen. Ik dacht, nee. Nou, het kleurt meteen wel natuurlijk. Hè? Het is niet te omvatten en je verbindt het met liefde. Dus daar hebben mensen beelden bij. Ja. Okay. Als ik nou aan de andere dames nog even vraag, wat zou jullie liefst in 1 of 2 woorden primaire beeld zijn waarmee je wijsheid associeert? Carolien. Vraag eerst iemand anders. Natasja. Even denken. Ik ben al aan de beurt geweest. Dan zijn er nog 2 dames. Roshni is al aan de beurt. Natasja. Dit is natuurlijk zo'n standaard vraag ook. Hè, van, ook die aan puber stelt. Hè. Wat is wijsheid? Wat denk je daar? Wat denk je daar? Waarbij denk je dan? En de vervolgvraag, of de vraag die er heel dichtbij ligt, is van, en wie is dan wijs? Hè, kun je een voorbeeld geven? En dat is natuurlijk ook, hè, zoals vanuit de Aristoteles gedacht, er is altijd een rolmodel, een voorbeeldgever. En wat noemen ze dan? Hè, en dan vind ik daar altijd 2 hele bijzondere categorieën in. Aan de ene kant zeggen mensen dan van, hele abstracte, hè, Nelson Mandela, die hebben we nog nooit gezien of ontmoet of we weten het niet, maar daar hebben we een soort begrip van wijsheid bij, dat is dan een wijze man of zo. En aan de andere kant zeggen ze dan heel vaak mijn vader of mijn moeder. En dat vind ik altijd heel aandoenlijk. Ze moesten eens weten, hè, die ouders. Nou, maar dat vind ik altijd heel aandoenlijk, want diezelfde puber, weet ik veel, een dag later, die verguist zijn vader of zijn moeder. Hè? Want dan mogen ze niet moeten ze een bepaald tijdstip thuiskomen. Dus wijsheid is niet iets wat aan iemand die dicht bij ons zit, vastzit voor eeuwig en altijd. We mogen er glimpen af en toe van zien. Penny, wat zou jouw beeld zijn? Vandaag zou ik meteen denken aan Peter Jonkers. Maar op een andere dag zou ik denken aan de lucht. Want net zoals Roshni zo mooi heeft gezegd, ja, net zoals liefde ook, is wijsheid gewoon ontzettend moeilijk om te doen. We weten wel dat het bestaat en we weten dat we het nodig hebben. Maar het is nog steeds heel erg moeilijk om een vorm van te maken. Ja, dankjewel. Carolien, ja. Nou moet je echt. Ja. Nou, ik ben met die vraag mijn artikel geëindigd. Goed. Dus wat is wijsheid? Dus Roshni was ermee begonnen, ik was ermee geëindigd. Omdat ik precies
ervoor koos om het niet in te vullen. Het telkens opschorten van je oordeel maakt ook dat je het niet zegt van dat is het, snap je? Ja. Dus die telkens dat terugwijken en die vraag blijven stellen, denk ik, houdt je ook gaande. Dus dat lijkt me belangrijk in dat hele proces naar de zoektocht naar wijsheid. Dankjewel. Dank jullie wel. Penny Barthe en Caroline van der Stichelen en Rosny Oswaarde-Lotho en Natasja Kienstra. Hartelijk dank. En u hier in de zaal en thuis achter uw computer of laptop, hartelijk dank voor uw aandacht. Er is nu een pauze. Om 4:15 precies begint het afscheidscollege van Peter Jonkers. Dan zal er ook de livestream weer starten. En zoals u kunt zien, de opname van dit gesprek, de artikelen van de vier spreeksters en een uitgebreide versie van de afscheidscollege van Peter Jonkers, die zullen na afloop van zijn afscheidscollege, want ja, embargo, online worden gezet. En in de laatste sheet van de PowerPoint-presentatie van Peter kunt u dan de link zien. De opnames van dit gesprek en de afscheidscollege, die komen waarschijnlijk pas maandag aan bod. Maar goed, de teksten kunt u dan alvast zien. Graag tot later.